Als je er niet blij mee bent, vind ik dat je erover mag zeuren. En nou, het is mijn vlog. Oh, jij moet wel opnemen. Ik dacht al, ik deed jou tenminste in beeld. En ik dacht, misschien is het dus wel grappig, want dat zag ik dus op TikTok. Papa gaat even eten dan. Ja, nou, we hebben hier nog wat beters. Wel. Een hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, het waait een beetje hard, schat. Jee, het zijn mooie. Duimpje. Alsjeblieft, schat. Duimpje, mama. Graag gedaan, lieverd. Zo doet mama dit klein. Vind je het mooi? Ja. Graag gedaan, liefje. Ik hou van jou. Ik heb vanavond een evenement met Rebecca van Première. Dus ja, ik hoef in principe niks meer te doen. Ik vind het alleen een beetje jammer dat die kant gaat wel. Die kant is niet helemaal goed druk. Misschien dat ik die zo nog even inbind. Oké, ja, erin. Dippen. Goed knijpen. Alle randjes goed knijpen. Nog een keer knijpen. Goed zo. En nu kun je de vloer schoonmaken. Goed zo, assenpoester. Ja, assenpoester. Ik sta in het kleedhok. En daar kan ik ook wel weer het een en ander opruimen. Maar dat kijk ik zo even of ik er tijd voor heb. Omdat ik vanaf die première heb. En de dresscode is feestelijk. Ik heb wel heel veel deprimerende kleding. En ik heb ook wel rood. Maar ik weet niet echt of ik dat feestelijk vind. Op zich zou deze ook kunnen. Dat is toch op zich feestelijk. Ik vind dat een beetje moeilijk als ik met Rebecca meega naar een influenza. Waar, ja, het is nu een première, maar waar mensen worden uitgenodigd die verstand van kleding hebben en van make-up en dat soort dingen. Dan voel je heel snel een beetje underdressed. Maar ik denk dat ik, ik zie wel even een fotootje naar Rebecca. Ik denk dat ik deze doe. Want daar voel ik me nu ook prettig in, zeg maar. Ik ben de dagen niet op mijn slangst. Ik weet niet hoe zeuren, maar ik ben wel echt op mijn zwaarst sinds 2 jaar geleden. Dus ja, dan ben ik onzeker en dat mag ook. Het is altijd een beetje als je middelmaat bent en niet dik, dan mag je er opeens niet over zeuren. Maar als je er niet blij mee bent, vind ik dat je erover mag zeuren. En nou, het is mijn vlog. Geintje. Ik vind dat deze kant goed is gegaan vannacht, maar deze kant niet echt. Dus ik denk dat ik hem nog eventjes inbind. Ik heb dus dit ding van Rebecca gekregen. En dat leek me dus wel echt fantastisch, omdat je hem er heel mooi omheen kon draaien. Maar als je hem omdoet, het zit strak. Volgens mij heb je naar 10 tellen koppijn. Het zit zo strak om mijn hoofd. En ik weet nog niet zo goed hoe dit werkt. Dus die laat ik nog eventjes. En ik ga hem gewoon nog even inbinden. En dan laat ik het gewoon nog even de rest van de ochtend zitten. Dus ik moet even een beetje water erin sprayen. Dat is een goed idee. Oké, de dresscode is feestelijk. En ik heb maar die jumpsuit aangedaan. Alleen hij zit heel laag in de split. Dus ik heb een veiligheidsspeldje ertussen zitten. Het is jammer dat ik dan net niet, dat dit er net niet overheen kan vallen. Maar dit is dus van die webshop waar ik dus echt not tevreden over ben. Nou, hij valt mee bij de kruis, maar ik heb toch een BH eronder aan gedaan. Ik zei heel handig, er zitten cups in, maar die cups zitten dus serieus hier. Kijk, dit is de onderkant van de cup, zit hier. Deze borsten zitten er hier. Wat zijn dit voor rare designs? Ik ga even kijken, want ik zie dat die. Kijk, daar is die. Dus ik denk dat ik die er even uit ga knippen, want hij zit dus nu heel raar, heel hoog. Ik snap er niks van wat. En ik wou iets anders aan, ik had helemaal iets in mijn hoofd. Maar daar kom ik dus niet in. En ik vind deze wel gewoon nu wel heel flatteus zitten. Alleen die cups dus. En hij loopt echt heel laag. Dus ik kan hem ook zonder BH aandoen. Kijk, nu gaat hij dit weer doen. Dus moet ik even kijken of ik
Misschien vragen we aan mijn moeder of ze een extra naadje erin zet. Volgens mij heb ik het redelijk goed gedaan, maar ik vind dat zo heftig, die gooi. Ik vond vroeger altijd, was ik wat zelfverzekerder of zo. Nu vind ik het heel mooi. Oh, jij moet wel ook in beeld natuurlijk. Ik dacht al, ik deed jou tenminste in beeld. Jongen, jongen. Ja, wel iets je neemt ze mee, maar ondertussen. Ja. Ondertussen, hallo. Ik moet even uitkijken dat ik niet alles laat zien. Ja. In your face laat zien. Nee, als we rode loperkeuze hebben, doen we het niet hoor. Nee, tuurlijk niet. Ik, zie je mij? Ja, hi! Hey, je zou maar net door één iemand... zijn of haar dochter kijkt jouw vlog. Ze is zo fan van jou. Zou kunnen. Ik had nou... één ding heb ik fout gedaan, merk ik. Wat? Ik had nog... Labello op. En ben ik met die lipstick overheen gegaan. Kijk. Oh ja, je mist een stukje. Hij pakt het niet. Ik ben zenuwachtig. Ik moet plassen, maar dan moet ik die hele jumpsuit uit. Oh, jij hebt ook een jumpsuit aan? Ja. Nice. Leuk, zit je daar in je naakje op de wc? Ja. Dat zat ik dus ook met dat speldje, dat ik dacht van, oh ja. Moet wel. Ja, maar deze heb ik het eigenlijk niet. Behalve als ik dan ga zitten, dan denk ik, oh ja, wel heftig. Ik vind het wel heel mooi voor je figuur, een jumpsuit. Dikke akka. Dikke akka, veel grip. Nou, we doen het gewoon zo. Ik ben niet zenuwachtig. Ik ben niet zenuwachtig. Nee, ik kan ik dit aan. Ook zijn. Ja, ik hoor hier te zijn. Net als ieder ander die hier is vanavond. Ja. Verdien ook ik dit. Ik had even een steen mee moeten nemen, denk ik. Mijn hele BH zit vol. TikTok trend geprobeerd. Oh, aan elkaar zetten. Ja, ja, maar... werkt bij mij volgens mij flinke. Ja, het merkt bij mij wel, maar die ballen zijn te zwaar. Ja, die gaan dan helemaal naar beneden. Is dit raar? Zie je dat? Heel erg? Nee. Oké. Okay. Nou, joe! Hoe leuk hebben we het? Die herrie. Ik kwam net van de wc en ik kom terug en dacht dat is. Ik ga proppen. Kijk, ik doe het. Ik voel ons ongemakkelijk. Spreek voor jezelf. Ik voel me wel gemakkelijk. Hij stayed up voor this shit. Normaal haalde ik nu al mijn make-up af. Ja, normaal gaan we nu al naar bed. Maar goed, ik ben wel met een hele knappe date. Ik ben wel met een BN'er opstappen. We hebben er één gezien. Ja. Ja, ik had hem niet gekend of zo. Hij is oud geworden. Ja, wij ook. Ja, maar wij zijn knapper geworden. We gaan straks stiekem filmen, ja? Filmen. Ja. Mag ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Zo ga ik hem straks filmen. Hallo! Hi Charlie! Het is theater, geen film. Jojo. Naapen! Ik denk... Jij denkt? Dat die doeken dicht gaan en dat het wel een film is. Je kan toch niet dat ze naar een berg gaan klimmen op theater? Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ik ga stuk als het uit is. Ja, het is een schouwburg. Première, comedy. Nou, dit is comedy. Met ups en downs. Nou, net als onze vriendschap. Downs. Downs. Do you guys have ups? Wat is dat? Up? Wat alleen het licht ook. Ja, maar bij jou is het mooi, want jij bent grote blind. Nou, niet vanaf hier. Nee, wow. Dan zijn mijn wenkbrauwen altijd weg. Je bent wit. Dan kan je beter daar doen. Vind je? Ja. Voor jou, ja. Die heeft er ook geen in. En als het ergens niet van houdt, dan zijn het theatershows. Dus wij hebben ons... Ik ben weer thuis. Het was even... Ik heb zo gegierd, want we dachten dus dat het een filmpremière was. Maar het was dus een theaterpremière. En het was allemaal een beetje slechte ontvangst, onduidelijk. Dus dat was een beetje jammer. Ik heb het alsnog hartstikke leuk gehad, want ik en Rebecca hebben het altijd wel leuk. Maar het was eventjes anders dan wat we verwacht hadden. Twee stoelen naast me zat nu in de klas, dus ik zat te kijken. Ik volg haar vlog zo heel erg lang.
Ik ben gewoon niet zo snel fan van iemand. En ik vind het ook heel ongemakkelijk om iemand aan te spreken of zo. Omdat ik niet zo ben. Omdat ik niet zo'n wow factor heb van iemand. Maar nu dacht ik, ja, wel leuk geweest op je thumbnail of zo. Maar goed. Goedemorgen, daar zijn we weer. De eerste kilo is weer af, dus ik denk al de eerste twee. En nou, dus in mijn hoofd houden. Rustig aan. Ik heb de tijd. Ik heb geen haast. Dat vind ik dus alleen nog statisch. Die hier was vanochtend ook helemaal statisch. Sportkleding is echt goed voor je leven. Die denk ik echt. Dit. Duwt alles plat. Fake it till you make it. Lekker sporten. Misschien moet ik even een rondje met Tim meedoen. Dus dan ga ik armen doen. Dat vind ik nooit zo leuk. Maar goed. Ja. Ik zou ook een keer met hem meedoen. We wisten al dat hij dit ging hoor, maar toch doet het een beetje zeer om het zo donker te zien. Dit is echt zo'n begrip in Lelystad. Ik zou het echt willen kopen. Goedemiddag. Hi, baby. Baby? Baby. Yeah, oh, ik zie het, schatje. Wij zijn al bij dansles geweest, we zijn al naar de supermarkt geweest. Noah heeft al dansles gehad, hè? Mama ging meedansen. Ik ben de laatste tijd gewoon heel erg moe. Sorry, afgeluid. En hoe ik een paar weken geleden echt lekker in de wedstrijd zat met het hele huis schoonmaken, zit ik er nu echt naar te kijken. Van. Ik ga het zo echt doen, maar ik ben niet echt vooruit te branden. Maar goed. Lia de dansles gaat vanmiddag niet door, want er is een musical voorstelling. Dus ik zit even te denken wat ik met die kinderen ga doen. Want ik denk, Tim is morgen jarig, dus ik heb al iets gehaald voor het ontbijt. Waar is hij? En dat ik even een cadeautje doe. En ik dacht, misschien is het dus wel grappig, want dat zag ik dus op TikTok. Dat ik dan de kinderen een cadeaumandje voor hem laat uitkiezen. Zodat het dus door de kinderen is samengesteld. Of er dan leuke dingen in zitten, I don't know, maar... Doe ik wel bij de Action. Ik zie mensen het bij de Kruidvat doen. Ik doe het wel even bij de Action. En dan misschien dat ik daar dan ook nog wel even de Kruidvat in ga houden. Maar dan hebben we gewoon een leuk cadeaupakketje voor. Samengesteld door zijn eigen kindjes. Oké, lieve mensen. Ik ben aangekomen bij de Action in Lelystad. En ik wou dus met Lia en Noah een cadeautje gaan uitkiezen voor Tim. Dus een pakketje laten uitzenden. Maar... De stoel naast me en achter me is gewoon leeg. Want Lia ging spelen bij een vriendinnetje. Die moeder vroeg het. En normaal kan het dus niet, omdat we dansles hebben. En vandaag kon het wel, maar jullie hebben net mijn keuken gezien. En dat ik ben net weer op de bank in slaap gedonderd. Dus ik dacht, ja, ik vind het toch een beetje als iemand voor het eerst bij je komt spelen. Iemand anders kind. Vind ik het wel zo fijn als het huis een beetje netjes is. Ook al maken hun een rommel, maar in ieder geval schoon. Het zei, ja, het kan ook bij mij hoor, als het niet uitkomt. Zeg ik, nou ja, heel graag. Dus Lia is nu gezellig daar spelen. Het is wel de eerste keer dat ze bij iemand gaat spelen. Maar omdat het Maeve is, die al en op haar feestje is geweest. En ze is met Maeve al een keer naar Beloren geweest. En ik weet niet, ik heb wel een goed gevoel bij de moeder of zo. Dus dat, ja, dat zit wel goed. Dus ik hoop dat ik zo even iets van een fotootje krijg. Maar die brengt haar dus om 3:30 terug. Dus dan ga ik nu eerst even met Noah, want ik had al helemaal de auto mee. En Noah die had er nu ook al zin in. Dus ik dacht, dan doe ik dat op die manier even. Als ik opeens raar ga praten, er kwam een motor naast me staan en die zat naar binnen te kijken. En dan zien ze dus dat ik met een camera zit en daar word ik heel ongemakkelijk van. Maar ik trok hem niet weg. Dus dat is vooruitgang in mijn leven. Toch een soort zenuwachtig gevoel, maar it's good, it's good. Mijn sociale angst niet op die van haar projecteren. Of niet op haar projecteren. Ja? Ja, gooi er maar in. Mooi hoor. Dit is wat Noah voor nu heeft uitgekozen. 16 euro. Nou.
Beetje jammer, want mijn ouders kunnen niet even oppassen. Want die zitten in Zwijndrecht bij mijn oma. Dat loopt van alles. Ik eerst even succes wensen. Maar dan moet ik er straks Noah nog een keer meenemen. Maar dat is dan maar eventjes niet anders. Ik ga dan nu wel eventjes opruimen. Want anders komt het er nooit van. Ik vind het soms gewoon een beetje knap hoe snel ik verslot. Dus ik moet echt even een keer het hele huis door stuk voor stuk gaan ontspullen. Papierwerk. Uh-oh. Vallen. Die niet vallen, hè? Ja, bussen. Oh, jeetje. Dus zij heeft nu heel even vermaak en anders duwt er zo nog even wat te snijden in. En dan ga ik even de keuken doen. Ze doen nu ook de plastic bakken. Dus die wil ik ook op tijd weer binnenhalen, want het waait heel hard. En anders dan ligt die bakken overal. Ik zit even te denken, want ja, het mooiste is hier. Maar ja, ik zeg je heel eerlijk, ik ben best wel lui om een statief te gaan pakken. Langer bezig dan ik dacht. Ik dacht, oh, dat heb ik in een kwartiertje gefixt. Ja, lieverd. Helemaal fresh and clean.
Nou, Lia heeft ook van alles uitgekozen. Ik ga het morgen laten zien, maar ik ga er een TikTok van maken. Dus dat zou ik wel even op de link neerzetten. Nee, Noah, geen cadeautjes voor papa. Want ik zou wel parfum zitten ruiken, dus Tim denkt straks dat ik een affaire heb gehad. Fantastische cadeaupakket. Wat is er vandaag aan de hand? Papa feestje. Yeah. Nee, papa is jarig, geen feestje. Nee. Yeah. Het is papa's snoep, geen nog één. Nee. Papa's. Dus wij gaan nog meer dan. Morgen komen Freek en Mike. Dus morgen. Ja? Ja, ook mee. Ook mee? Ja. Vanavond komen opa en oma. Ja. Ja. Mijn mama mee. Mijn mama mee. Is ze mee? Wie? Mama mee. Ik vind papa's in de belgen lekker uit. Ja, dat snap ik. Ik heb papa mee. Mama gaat even eten dan. Ja, nou, we hebben hier nog wat beters. Oh? We hebben wat voor je. Bij de trap. Ja, en wij hebben het voor jou gekocht. Oh? Ik heb papje eten. Oh! Dank jullie wel. Wat zit daar allemaal voor lekkers? En soepje chocolade. Oh, kijk nou. Ja, Blue Wonder. Ja. Ja, dat wordt wel beter. Nou, hartstikke leuk, meiden. Met dank jullie wel. Dan moet je hier in je mond doen. En dan de ruimte. Oh. Safety vest. Altijd handig. Er zitten allemaal leuke dingetjes bij. Wil je er zo een? Ja. Uh-oh. Ja. Ik kan hem wel weer opmaken. Oké, papa gaat even. Ja, papa gaat even eten. Wij gaan naar beneden. Papa gaat even nagenieten van zijn fantastische dank jullie wel, meiden. Mag ik een beetje spelen, mama? Nou, het is maar goed, Lia, dat je dan moet je aan papa vragen. Papa's cadeau. Wat wil je? Papa? Ja. Ik wil het eigenlijk ook zo. Of ze ermee mag spelen. Ja, je mag ermee spelen hoor. Ja. Hij kan er zo. Oké, wat je hier ook heel blij mee bent. Daarom, ik wou net zeggen. Van... Ja, met Noah moest ik niet door elk gangpad heen gaan. Want dat ging niet goed. Ze had ook bijna een pop voor je gekocht. Oh. Maar dat vond ik net ver gaan. Ja, dat gaat wel heel ruim. Dankjewel meiden. Ja. Dit vind ik toch zo erg. Oké, ik ga de boodschap uitladen. En laten zien jullie. Daar gaan we dan. Hier staan we wat hoger. Maar ik doe het maar even mee. Toiletpapiers. Keukenpapier. Banaantjes. Rijstwafels. Chocopasta. Mega. Pot. Het was nog steeds XXL weken bij de Lidl. Hoge proteïne, vanille en choco. Cottage cheese. Ook XXL. Een komkommer. Appelsap, magere melk en magere melk, chocomelk en borrelnootjes, volkoren brood, Griekse yoghurt, bijstraat van paprika smaak, heel veel packing tape. Krentenbollen. Dit zijn French vanilla. Als je dit kan ruiken. Very, very nice. Rucola. Chocoladerijstwafels. Andijvie. Sissy no bubbles. Aardappelbreed kant en klaar voor de stampot. Magere spekkereefjes. Pummes. Ik ga dit weekend met die vrienden op stap, dus ik weet niet of ze op de fiets gaan, maar even fietslampjes, nog toch maar een euro, zit het er in ieder geval op. En de beste vriend van Tim komt en die drinkt altijd aan een kaasbroodje. Kaasbroodje kon ik eventjes nergens vinden om af te bakken. Wel vers hè, maar hij komt pas morgenavond, dus het is pas voor zaterdag denk ik. Dus
nam ik eventjes mee. Nieuwe ketchup. Een rookworst room. En een rookworst mager. Eindelijk weer die chocoladekoekjes een keer in de aanbieding. Die vinden die meiden zo lekker. En dat zijn gewoon van die ontbijtkoeken. Dus dat is prima. Een kalkoen filet. Zal ik dit nog bij de kassa liggen, last minute? Dat is een uitdrup. Hoe zeg je dat? Dish drying. Nee, dat stond er toch net ook in. Nou ja, in ieder geval voor je, op je aanrecht. En dan kun je dan je pasje afvast. Kun je het daar even op laten uitlekken. Wordt niet heel je aanrecht nat. Ik dacht, dat vind ik very handy. En ik heb 3 pakken van deze dubbelfris. Want mijn kinderen drinken het nu dus ook. Dat de voorbode is van de toekomst. Dat zijn 3 pakken. Maar ik ga ze er niet allemaal uithalen. Koffie. Ik heb een keer van de Lidl gehaald. Ik weet niet of het te zuiver is. Maar... van die Maria cookies. Heel vroeger had je chips hot en cold. En dan at mijn zus altijd hot. En ik at altijd cold. En dat was dus komkommersmaak. En dat was echt mijn favorite. Nu kan je in Duitsland... en Frankrijk vaak wel, dus tzatziki chips of komkommerachtige chips halen. Maar het zijn de Greek weken. En dat vraag ik me meteen even af aan jullie. Dat ik misschien ook, naast de nieuwe productenvideo's, ik weet dat het nu lang is geduurd, maar er moeten ook nieuwe producten zijn, dus je een leuke video kan maken, vind ik. Maar ze hebben dus bij de Lidl ook altijd van die... nou, nu is het Griekse week, zeg maar. Dan heb je allemaal bepaalde Griekse producten. Dat ik die ga testen. Dan heb je Grieks, je hebt Spaans, je hebt allemaal landen die ze dan doen. Misschien vinden jullie dat ook leuk. Let me know in de comments. IJsbergsla. Chippies. Eieren. Eieren. Ja, wat zit ook in de aanbieding? Dat is Fanta Zero Sugar. Dit is ook even lekker afwisseling naast de cola. Tim is jarig, dus ik verwen hem vandaag. En mijn love language is food. Zo op warme beenhanden. Vind je lekker. Ik heb dat bananenbrood meegenomen. Dat is heel toevallig al eentje uit. Het, ik vind het zo lekker. Boksaus. Oyster garlic. Gras van kaas, een grote zak. Mandarijnen. Chocowafels. Nog meer. Dat zal gehaald. En een voordeel pak een kipfilet. En 2 biefstukjes. Dat is ook een gigantische pakking. Dus een kilo. Spaghetti. Die ging vandaag jarig en ik zei red velvet. Die heb ik nog even niet gevonden. Dus die moet ik nog even zoeken. Maar het was wel een appeltaartje. En die is maar tot en met vandaag goed, zeggen ze dan. Nou, dat is maar 2,79. Dus dat is een leuk prijsje. Dus ik hoop dat ik zo nog ergens een red velvet kan vinden. Maar... en ik nam hem. Ze hebben overal XXL week. Blijkbaar is het XXL week. Maar de, ja, dit zijn gewoon een plakkeljong beleegkaas. Dus dat is very handig. Ik ga er als een tierenlier doorheen, mensen. Dat ben ik. Zeker niet van. Dit leek me toch wel partij handig. Dus ik hoop dat dat er zo op past. Bij de groentelaat. Dat als je bijvoorbeeld iets al hebt aangesneden. Een komkommer of een paprika. Dat die daarin kunnen. Kezenbroodjes. Chinese kool. Komt dat die in de aanbieding was. Maar in de winkel weer niet. Maar goed. Dat is ook niet zoveel duurder. En ik heb even nieuwe van die pakken. Gisteren heb ik er eentje weggegooid die gescheurd was. Ik neem even 2 nieuwe mee. En dan heb ik nog... Elstar appels en cola. Oh ja, en ik heb nog een krat kordaat bier voor Tim en zijn jongens. Zet even het weekmenu erin. Het was een beetje chaos, want ik heb het gisteren laten geschreven. En die vriend van Tim komt dus hier. Dus ik dacht, ja, om nou helemaal zo'n crashdieet vol te houden. Ik ga morgen gewoon wat uit de vriezer eten. Want dan gaat Tim dus toch uit eten. En we hebben nog van alles in de vriezer zitten. Dus ik denk, dan pak ik gewoon daar even wat uit. Dan maak ik het mezelf ook makkelijk mee. En ja, voor de rest niet zo'n heel erg inspirerend weekmenu deze week. Maar goed, vanavond gaan we eten bestellen. Dus dat is ook alweer een gat in het rooster. En ik vind op maandag gewoon soep het makkelijkst. Omdat... ik dan met zwemles zit. Dus dan kan Tim als hij thuis komt gewoon even de broodjes in de oven en de soep opwarmen. Dan is dat ook niet veel werk. En bijvoorbeeld die overplaat met groenten, dat is ook
vaak handig, want dat kan ik dan al klaarzetten. Hoef ik alleen de oven aan te zetten, maar die kwam deze week even mijn neus uit om dat elke week te eten. Maar ja, dat is gewoon heel mager, omdat je natuurlijk de koolhydraten mist en gewoon heel makkelijk heel veel groentes binnenkrijgt. Er zit een half leven op. Ik heb niet zoveel gevlogd, maar... Hallo. Grapje, schat. ik heb even gesport. En gedoucht. En taart gehaald. Taart en gegeten. Ja, ik heb wel een klein stukje, maar heel veel. Ja. Wat voor taart had je? Wat voor kleur had die? Rood. Dag, papi. Bert. En de rest komt straks eten, dus dan film ik nog wel even een stukje. Maar wij gaan nu eerst met de Barbie spelen. Ja. Als de bel ringt, dan moeten we spelen. Als de bel ringt? Oh, als de deurbel gaat? Ja. Oké. Okay. Hij kwam toch best wel heel snel. Ja. Lieve mensen, ik ga de vlog afsluiten. Zoals je misschien ziet aan mijn fantastische luxe container. Ik ben vroeg al aan het editen. En hij is sowieso lang zat. Ik heb nu de donderdag er maar weer even bij geplakt. Omdat hij anders denk ik het weekendvlog weer veel te lang wordt. Sorry dat het wat later is. Maar dat komt omdat ik anders... Het is nu 9:30. En ik ben zeg maar bij ongeveer 13 minuten. En mijn beeldmateriaal 36 minuten. Dus ik ben nog niet eens op de helft van mijn editwerk. Dus dan ga ik anders echt mezelf voorbij. En daar hebben we van geleerd. Ja, ik kon gewoon niet eerder beginnen. Het eten was heel laat. En dus ik kon pas om 8:30, 9:15 pas beginnen met mijn edit. En toen moest ik dus eerst de beelden nog van mijn vlogcamera afhalen. Bla 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 bla. You don't care. Maar goed, dat dus. Ik ga jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daar help je mij enorm mee. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei lieve mensen.